We rijden hier door Naturita. Ook weer zo'n klein Amerikaans dorpje. Beetje in the middle of nowhere. Maar voor dit gebied is dat dan nog eens een redelijk serieuze plaats. Het is een family dollar. Er zit dan vaak een supermarkt, wat eetentjes en een hotelletje of een motelletje. Een paar kerken. Een benzinestation. Een bankje. Dan heb ik precies wat ze nodig hebben om niet te ver weg te hoeven iedere keer. Een school. Een drive-in. Naast de school. Ja. Een convenience store. Een bandenwinkel. Daar links groceries. Een liquor, niet te vergeten. En een visitor center. Ook vaak wel een dokterspraktijk zit hier beneden. En dan zie je, dan zijn we het dorpje weer uit. En dan is de volgende stad 15 mijl. Dat is dik 20 kilometer. En dat is door dat soort landschappen heen. Daar zie je ook weer zo'n beetje een uitgebouwde staakcaravan. Dat is dan het huis van iemand. Kijk maar daar. Daar woon je dan. Wat een hele lange staker. Daar beneden een soort autoschroot. Nou, Luc, zoek er maar één uit. Van alles en nog wat hebben ze. Bij die rijdt. Ik heb het niet mee. Er staat een takel.